Hoor ik wel. Nou, zoals je ziet hebben we hartstikke mooi weer natuurlijk. Blauwe lucht. De windrichting is een klein beetje verkeerd eigenlijk, want die stuurt ons naar de Veluwe. Maar als we wat hoger gaan, dan krijgen we een beste wind. Dat wil zeggen dat we richting Deventer worden getreden. Dus we moeten wat hoger, maar dan kunnen we een hele mooie vaart maken. Het blijft rustig boven. Een bijzondere kolom, hè? Dit jaar voor het eerst te zien in Apeldoorn. Hij is ook hier gedoopt, dit jaar. De ballon van Fresser, van Wim van Hemscher. Helemaal idolaat van ballonvaren. Ja, ik heb het geluk gehad dat ik Wim tegenkwam. Wim is heel erg enthousiast over ballonvaren. En we waren het heel snel eens. En we waren het ook heel snel eens dat er een hele mooie ballon is gekomen. En dat is ook goed gelukt. Nou, je ziet hier aan de hele ambiance. Wim is hoofdsponsor van hier. Dus een zeer enthousiaste nieuwkomer in de ballon. We zullen straks even gaan interviewen. Jullie zijn samen naar Engeland gegaan. Je hebt samen gezien hoe je ballon werd opgebouwd. Bij Cameron. Speciaal. Ja, dat is heel bijzonder. We hebben inderdaad niet zoveel ballon gezien. We hebben wel een hele grote bak gezien met allemaal stukjes stof erin. En dat zou dan uiteindelijk de ballon moeten worden. En het is aardig goed gelukt. En hoeveel stroken bestaat deze ballon? Weet je wel? Ik weet het van een andere ballon van de Vincent van Gogh, hoe groot die is. Nou, dat zijn wel meer dan 100. Het exacte aantal weet ik niet. Maar het is een hele belangrijke. En als je het ook ziet op zo'n fabriek, dan kun je er geen wijzer uit worden. Maar die dames die zitten daar achter een hele berg stof, achter zo'n lijnmachine. En die zijn heel erg druk bezig. En uiteindelijk komt er dan een prachtig product uit de doorschijn. Heb jij nou het mooiste beroep van de wereld? Nou, een mooie beroep is interview hoor, of speaker of een beroep fiesta. Maar daarna komt de beroepvaarder wel als twee. Hey Marcel, we wachten even op onze grote vriend Wim van Hemscher. Die zullen we zo meteen even uit het publiek halen. Om even naar voren te komen, want wat deze man gedaan heeft, ook de afgelopen dagen, is weer fantastisch. De aankleding op dit terrein is alweer dichtgeschreven door Fairserver, het bedrijf van Wim van Heemskerk. Waar ben je? Wim Heemskerk. Oh, Wim Heemskerk, zeg maar fout ook. Volgens mij heb jij nog wat te vieren vandaag, of niet? Ja, mijn vrouwtje. En is hij ook hier aanwezig? Nee, helaas niet. Die is thuis, bij de liefde. Inderdaad, ja. Wim, je bent je hele leven al 40 jaar geweest van de ballon. Nu heb je de mogelijkheid om zijn ding aan te schaffen en dat heb je ook mee gedaan. Ja, natuurlijk niet alleen. Marcel Pineapple waren inderdaad snel uit. We hadden een goed gevoel samen. En dat staat ook op de man. Ze voelden heel goed om samen te werken, dus we waren heel snel uit. Vertel even wat jij precies doet voor degene die nog niet weten wie Wim van Hemscher is. Wij als aanvoerders weten het wel, omdat jouw vader ooit 75 jaar geleden begonnen is. Met een ATF-bedrijf, dus aardappels, groenten en fruit. Maar jij hebt tegenwoordig een fantastisch bedrijf en die dan allemaal via internet bestellingen gedaan kunnen worden. Over de hele wereld de laatste tijd. Vertel eens wat. Nou, ik zou het heel beklopt hebben. Een onderdeel van ons bedrijf is Fairserver. Fairserver specialiseert in het leveren aan de horeca. Ja, wat ben je? Op een nieuwe manier, via digitale web met name. Ja. Maar met heel veel know-how in huis, no nonsense. Alleen maar kwaliteit. Dat is allemaal via internet. Hoofdzakelijk internet, maar goed, de basis van het bedrijf is financieel een hashtag. Die staat 75 jaar samen. En onder hashtag hebben we verschillende andere afdelingen, supermarktafdelingen, exportafdelingen. Maar Fairserver is zeer onderscheidend in Nederland, dat wij op dit moment ons sterkste groeiende onderdeel binnen ons bedrijf. 75 jaar bestaan, dat heeft te maken van een tijdje geleden is dat geweest dat ik met het onthullen van deze nieuwe ballon. Toen jij met bussen hier naartoe kwam met jouw personeel en dacht ik een dagje uitging naar Harderwijk. Dat was eigenlijk het grote feest van het jaar. Inderdaad, we hebben 75 jaar bestaan gevierd samen met het personeel. En daar blijkt ook de ballon precies ook op deze plek gedood. Dus dat is fantastisch om dat te kunnen doen. En dat klopt, het is een kinderwens geweest om een ballon ooit aan te schaffen. Nou, in samenwerking met Marcel Pijnhouder is dat gebeurd. Daar zijn we heel trots op. En nu ga jij drie keer varen. Elke dag zit jij in de ballon met jouw genoten, met jouw gasten. Waar ga je vanavond mee varen? Vanavond met wat financiële adviseurs. De rechterhand ga mee. En ook mijn zeg, dat zijn mensen waar ik mee samenwerken op dit
luisteren en laat ik meegenieten. Dat is fantastisch. Morgen gaat je vrouw mee. Morgen gaan we een feestje vieren. Morgen gaan de familie mee. En zaterdag gaan we een aantal afnemers mee van onze kantoorlijn. Jullie hebben gezorgd voor mooi weer, dat is natuurlijk ook allemaal fantastisch gebeuren hier. Je hebt zelf gezorgd voor de aankleding die dit jaar. Ja, we vinden het belangrijk dat we het aan te halen. We doen er eigenlijk een aantal set. Wij vonden ook dat het hier moest gebeuren. En in de kwaliteit blijft dat dit. Dat hebben we hier ook gedaan. Mooie vlaggen, mooie kleding, entourage. Ik denk dat het goed is. Even een mooi jasje aan. Jij ook? Ja. Daar staat het camera over, dat is mijn tweede vader. Dankjewel. We spreken elkaar vanavond nog, in ieder geval morgen. Dames en heren, we gaan eens even iemand anders opzoeken. En we lopen eens even naar Hans Soet. Even kijken hoe hij staat. Bekende voor ons, jarenlang was hij aanwezig op het voordrein van Paleis op Loon. Ik heb het begin van de avond even verteld. Hans Soet, oud medewerker van Para Radio. Maar ik hoor je zo meteen wel uit zijn stem worden. Hans is al vanavond gaan varen, denk ik, in de ABN AMRO ballon. Hans, hoe gaat het voor elkaar?